Vluchtelingen kregen vandaag in het provinciehuis in Leeuwarden een kerstpakket in de vorm van een tas met inhoud uitgereikt. Het initiatief komt van welzijnsorganisatie Welzo. Bedrijven en fondsen hebben naar aanleiding daarvan 100.000 euro ingezameld om de actie te kunnen bekostigen. Daarnaast hebben nog eens zo'n 100 medewerkers van die organisaties hun eigen kerstpakket afgestaan en geschonken aan de vluchtelingen. In totaal krijgen deze week de 2000 vluchtelingen in heel Friesland een kerstpakket. Het Medisch Centrum Leeuwarden gaat vanaf 2016 haar personeel deels zelf opleiden. Het ziekenhuis heeft daarvoor een speciaal opleidingscentrum in het leven geroepen. Reden daarvoor is het elektronisch patiëntendossier. Het ziekenhuis heeft dat 9 maanden geleden ingevoerd, maar MCL wil dat alle medewerkers er goed mee kunnen werken. Rond de 3000 medewerkers zullen de training via het opleidingscentrum gaan volgen. In het stadhuis van Leeuwarden werden gisteren 13 mensen genaturaliseerd tijdens een speciale ceremonie. Middels een eed moesten ze onder andere beloven om de grondwet, de vrijheden en rechten te respecteren. Na het afleggen van de eed kregen de 13 personen een certificaat voor het Nederlanderschap. Burgemeester Kroonen is blij dat er nu sinds een aantal jaar meer nadruk op de bijzonderheid van het naturaliseren is gelegd. Ja, het is altijd heel belangrijk dat je mensen, vroeger kregen dat gewoon de ene dag, de andere dag. Maar nu doen we het op één dag in heel Nederland, 15 december. Mm-hmm. En dan is het ook even een moment om mensen zich te realiseren van god, dit is een belangrijke dag voor me. Ik krijg aandacht ook van de gemeente, van de burgemeester. En ja, het is voor een emotioneel moment, want dan laten ze echt los het verleden, want je bent Nederlander geworden. Maar tegelijkertijd moeten ze ook zich aanpassen en wennen aan de Nederlandse verhoudingen. Ja, het is altijd goed om van die mensen ook individuele ervaringen te hebben. De een komt hier gewoon voor werk of liefde, de ander komt uit een oorlogsgebied. Dus dat zijn allemaal variëteiten. De personen die genaturaliseerd werden, wilden niet voor camera reageren. Ze werden door burgemeester Kroonen welkom geheten. En in de toespraak die de burgemeester hield, wilde hij de genaturaliseerden iets meegeven. Nou, het belangrijkste is dat mensen, en dat wij respect voor hebben, dat die mensen hebben ook een heel leven achter zich. Die hebben een familie misschien achter moeten laten als het gaat om oorlog. Sommige mensen zijn ingekomen van werk of liefde, maar ze zijn toch ook dan hun wortels kwijt. Maar ik zeg, zorg dat je de wortels houdt. Je blijft, een boom groeit niet zonder wortels. En tegelijkertijd, hier ga je verder groeien. Dus hier pas je aan wat in Nederland moet. En leren wij ook weer van jullie. Dus die twee dingen, bewaar je wortels, maar ontwikkel je ook hier verder. Dat is altijd de hoofdboodschap. Het overgrote deel van de noordelijke rechters heeft geen vertrouwen meer in het rechtbankbestuur. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. In 2014 kwam het bestuur met plannen om het kantoorpersoneel van onder andere de rechtbank in Leeuwarden te verhuizen naar Groningen. Dat stuitte toen op zoveel verzet dat het plan van tafel werd geveegd. Dit jaar kwam het rechtbankbestuur met een ander voorstel, maar dan om banen te schrappen bij de rechtbank in Assen. Ook dat ging naar veel verzet niet door. De rechters uiten nu hun ongenoegen in de krant, omdat het bestuur om vertrouwen heeft gevraagd. En daar zijn ze na al het voorgaande gedoe klaar mee. In een reactie heeft het rechtbankbestuur laten weten niets te weten van rechters die geen vertrouwen meer zouden hebben. Vanmiddag is op de kruising van de Zuiderstraat met het Zeiland een meisje op een bezorgbrommer onderuit gegaan. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk dat de combinatie van regen en natte klinkers de oorzaak is. Een aantal agenten kwam ter plaatse, evenals een solo-ambulance. Maar na een korte check kon het meisje zelfstandig weer verder. Bij het eenzijdige ongeval vielen geen gewonden. Tientallen studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden lieten zich vanmiddag 3 uur lang vrijwillig opsluiten in de Blokhuispoort. Om zo snel mogelijk te kunnen ontsnappen, moesten de studenten opdrachten uitvoeren en aanwijzingen verzamelen. De Prison Break is door de studenten zelf ontworpen om zo bepaalde vaardigheden extra te ontwikkelen, zoals ondernemerschap, leiderschap en innovatief denken. Morgen krijgt u in Leo Vandaag een uitgebreid verslag.